Dames en heren, goedenavond. In het Nederlandse bedrijfsleven heerst ernstige teleurstelling over het niet doorgaan van de Nederlandse deelneming aan de bouw van kerncentrales in Zuid-Afrika. Die bouw gaat, zo werd vandaag in Johannesburg bekendgemaakt, naar een Frans consortium. Volgens Rijnschelde Verolme, dat met een Amerikaans en een Zwitsers bedrijf eerder de voorkeur van Zuid-Afrika genoot, is de order niet doorgegaan door aarzeling van de kant van de regering. Rijnschelde Verolme en ook het werkgeversverbond NCW vrezen nu een verzwakking van de positie van het Nederlands bedrijfsleven in het buitenland. Bij mogelijke partners zal daar twijfel ontstaan over de mogelijkheden projecten te beginnen met Nederlandse ondernemingen samen. En dat kan op heel lange termijn doorwerken. Bij de vele reacties die vanavond bekend werden is nog niet die van premier Den Uyl. Volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst is die ook nog niet te verwachten omdat de berichten nog niet voldoende officieel zijn. Minister Van Agt van Justitie heeft voor zijn beleid in de Bloemenhovenzaak de volledige steun gekregen van de partijraad van de KVP. De partijraad die vanavond in Nijmegen vergaderde, blijft de minister ook steunen als de kwestie die rond de Heemsteedse abortuskliniek is ontstaan tot een kabinetscrisis zou leiden. Zo luidde een uitspraak die met grote meerderheid werd aanvaard. Fractieleider Andriessen wilde met die uitspraak om politiek-tactische redenen niet meegaan en vond daarbij minister Van Agt aan zijn kant. De Russische premier Kosygin, links op de foto, is voor een vierdaags bezoek in Irak aangekomen. Hier is hij in gesprek met vicepresident Saddam Hussein. Aan de orde komen de wederzijdse betrekkingen en de Midden-Oostenpolitiek. Kosygin zou willen aandringen op een hardere aanpak van Israël. Met dit doel zou Kosygin later deze week ook naar Syrië reizen. Het uitvoerend comité van de Internationale Arbeidsorganisatie ILO heeft een voorstel verworpen om de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie als waarnemer toe te laten op de wereldconferentie die volgende week in Genève begint. Het voorstel, ingediend door de Arabische en derde wereldlanden, werd met 24 tegen 23 stemmen verworpen. Amerika had eerder gedreigd eind dit jaar de ILO te verlaten als de Palestijnen zouden worden toegelaten. Niettemin wordt aangenomen dat bij het begin van de conferentie dit onderwerp opnieuw aan de orde zal komen, waarbij de PLO goede kans zal maken dan wel toegang te verkrijgen. Israëlische experts hebben in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever een bom onschadelijk gemaakt die was geplaatst naast een bankgebouw. Er ontplofte wel een bom bij het huis van een voormalig gemeenteraadslid die als pro-Israëlisch bekend staat. Volgens de politie raakte niemand gewond. In bezet gebied hebben de Israëlische autoriteiten verder 20 Arabieren gearresteerd die worden verdacht van een aantal aanslagen. Het Palestijnse persbureau gaf vandaag in Beirut een verklaring uit waarin werd gezegd dat bij 3 sabotageacties in Ramallah verscheidene Israëlische militaire bewakers zouden zijn gedood of gewond. In het Haagse Zuiderparkstadion is van vanmiddag 4 uur tot vanavond tegen 11 een enorm popconcert gehouden met als grootste trekpleisters de Rolling Stones. In de namiddag waren er ongeveer 30.000 mensen in het stadion die tot 8 uur konden luisteren en kijken naar de groepen Kokoma en Meters en de gitarist Robin Trowers. Vanavond pas was er het optreden van de Rolling Stones, maar daarvan kunnen we niet meer laten zien dan de binnenkomst van de leden. Elke opname van het optreden van de Stones was verboden. Ook de bezoekers werden gecontroleerd op het bezit van geluidsapparatuur, zodat er geen illegale opnamen gemaakt kunnen worden en op de markt gebracht als zogenaamde witte platen. Morgen wordt in het Zuiderpark van Den Haag het Stones-concert herhaald. Atletiek. Een Oost-Duitse damesploeg heeft het wereldrecord op de 4x100 meter estafette verbeterd. Het Oost-Duitse viertal bracht een tijd van 42,50 seconden op de klokken. Dat betekende een verbetering met 1/100 seconde van het record dat sinds 1974 al in handen was van een Oost-Duitse damesploeg. De recordverbetering gebeurde tijdens Olympische kwalificatiewedstrijden in Karl-Marx-stad. Waterpolo. Het Nederlandse zevental heeft in het toernooi om de Tungsram Cup met 5-2 verloren van Hongarije. Het was de eerste nederlaag van Nederland in het toernooi in Boedapest. Tot besluit het weer.
Plaatselijk een regen of een bui. Morgen weer zonnige periode. Vannacht minima omstreeks 10 graden met hier en daar mistbanken. Zwakke tot matige wind. Morgen in hoofdzaak westelijk en maximum temperaturen van 14 graden aan de kust tot ongeveer 19 graden in het zuidoosten van het land.